als ik kijk naar mijn eigen aandeel, dan kan ik op een oppervlakkig niveau kijken, maar ik kan ook diep bij de essentie uitkomen en er komt altijd een duveltje uit mijn doosje. Want dat duveltje, dat is iets heel anders dan wat ik in het begin gezien heb, bijvoorbeeld bang voor autoriteitsgebied. Als ik dat erken, toelaat, voel, in mezelf, hoe zit het dan bij de ander? Want in een conflict heb ik altijd twee kanten. Mezelf en die ander. Kun je daar nog iets over zeggen? Nou, niet in heel specifieke zin, maar wat ik wel veel gezien heb in mezelf, maar ook in anderen, dat op het moment dat ik als het ware uit het conflict ben, of jij, dan verandert de hele constellatie. Dus jouw energie verandert dan als het ware, en dan is er meteen een ander dansje. En hoe dat uitpakt, dat zou kunnen zijn dat het eerst even verergert, omdat die ander voelt dat jij niet reageert zoals hij of zij graag heeft of opgerekend had. Maar het kan ook zijn dat die hele conflictballon gewoon leegloopt. En die keuze, dus de een of het ander, dat ligt in de situatie of? Ja, het is niet echt een keuze. Ik zou zeggen, het is meer een kwestie van hoe goed we kunnen zien of voelen. Als ik in het moment in staat ben om mijn spanning of aversie of wat het dan ook is, totaal te zien, dus in de totale aandacht te laten komen, dan valt die weg. En strikt genomen is er dan nog maar één die ruzie kan maken, die ander. Want ik besta dan eigenlijk niet, want ik neem geen stellingen meer in. Dus dan open in jezelf. Yes, exact. Dus dan slaat die ander of er doorheen, alsof ik lucht ben, of die wordt helemaal razend, omdat er niet gereageerd wordt of ongebruikelijk gereageerd wordt. En als de ander razend reageert, dan is het weer aan mij hoe ik daarmee omga. Ja, en als ik dan leeg ben, dan zal ik niet reageren. Niet reageren op een geplande, strategische of politieke manier. Dus dat kan ontbranden in een spontaan dansje, of gewoon blijven kijken, of een goed geplaatste rechtse hoek, dat weet je maar nooit. Dat is het leuke van gewoon er zijn, je weet niet wat je gaat doen. Je zou kunnen zeggen dat die energie die zich gewoon laat zien in boos zijn of in niks doen. Yes. Maar het hoeft niet eens boos te zijn, hè? Want kijk, de meeste mensen kennen bijvoorbeeld slaan alleen maar vanuit frustratie of woede. Maar het kan ook gewoon een spontane respons zijn zonder dat er heel veel emotie bij is. Maar die ander neerleggen is gewoon in deze setting het meest effectief. En je hoeft geen hekel aan hem te hebben. Weet je wel? Zoals je, ja, en het hoeft helemaal niet over agressie te gaan, maar als een hond heel gefixeerd is op iets, om even een duwtje geven of hey, je hoeft geen hekel aan hem te hebben, maar dan ineens, you snap him out of it. Je haalt hem even uit zijn fixatie, weet je wel, van huh, wat? Ja, rustig, oké. Dan is hij gelijk weer ontspannen. Terwijl als je het maar door laat gaan of je gaat zo rondlopen, dan voeg je al je zenuwachtigheid en onzekerheid toe aan een toch al onzekere situatie. Dus mijn eigen aandeel daarin vererger ik, laten we zeggen, het conflict, of ben ik neutraal? Dus de essentie is eigenlijk dat je neutraal moet zijn. Yes. De diepste essentie. Yes. En dan eigenlijk volgen de energie die gewoon energie. Voilà, that's it. En als je dat doet, is het dus de angst die gewoon angst volgens die energie van die hele totaliteit, ja. Ja. Yes. En dat is het handigste. En dat kan dus eigenlijk alleen als we uit die, hè, waar ik het eerder over had, die politieke bewegingen zijn. Dus ik moet dan als het ware doelloos zijn. Het maakt niet uit. Loopt het conflict op? Nou, dan is dat het. Valt het uiteen in stilte? Dan is dat het. Het is allemaal oké.
Maar we stappen meestal erin vanuit belangen en afwegingen van oh, als het maar niet uit de hand loopt of nou heb ik zin om die anderen eens even iets aan te doen of ik moet uitkijken en ik kan hem beter laten winnen want ik heb hem nog nodig want weet ik veel, we hebben een zakelijke verhouding. Weet je wel, al die belangetjes die benemen mij het zegt. Dus je zou kunnen zeggen de voorbedachte raden. Voilà, that's it. Yes. Die voorbedachte raden maakt dus dat ik niet vrij kan zijn yes. En niet spontaan kan reageren, want dan kan ik het ook niet. Exact. Als ik niet vrij ben. Exact. Ja. Yes. Ja, yeah, good. Clear. Dank je. Daarom is uiteindelijk het handigste om niet te zijn, zeg maar, als persoon. Het meest effectief en ook het meest leuk, want dan zit je eigenlijk gewoon alleen maar toe te kijken op wat er plaatsvindt, in plaats van een ik te zijn die het zus of zo wil hebben. Wat altijd toch een beetje, ja, het beperkt de mogelijkheden, zal ik maar zeggen. En het is een beetje, Maar het niet zijn is ook een natuurlijk proces meer. Voor jou wel. Maar voor de meeste mensen die ik ken, helaas niet. Die willen juist, die doen er alles aan om er de hele tijd te zijn. Of te ontsnappen via verdoving of te hard werken. Of dat is een heel raar thema, daar had ik het pas ook, ik weet niet meer waar, over van dat we twee neigingen kunnen zien. Aan de ene kant constante zelfbevestiging willen. En aan de andere kant de hele tijd willen vergeten dat je er bent. Door te slapen of door drugs of je te bezuipen of te veel te werken of de hele tijd maar bezig te zijn. Het is heel gek. Twee tegelijkertijd vaak ook even sterke bewegingen. Ik wil de hele tijd bevestiging en eigenlijk wil ik vergeten dat ik er ben. Dus ik wil als een kind bevestigd worden of eigenlijk wil ik dood. Want jezelf vergeten is eigenlijk dood zijn. Ja. Daarom slapen we ook zo graag. Hè? Die ik-benheid die valt uit, het ego valt weg. Je weet niet dat je bent. Oh, heerlijk. Opgelost. Juist. Ik denk dat dat het grote drama is van mensen. Deze die slaapt dan niet veel, maar ik zie het niet als een probleem. Maar van mensen die dus lijden aan slapeloosheid, ze krijgen de gelegenheid amper meer om zichzelf te vergeten. En dat organisme kan daar niet tegen. Het organisme vindt het helemaal niet leuk om bijna continu onder de heerschappij van een min of meer krankzinnig ego te staan. Dat heeft er niks mee te maken. Nee, maar verderavond heb je gezegd dat we volwassen moeten worden. Mm-hmm. En dat we dan zeggen dat we eerst... Zou het niet moeten, maar dat een te prefereren toestand is, ja. En nu heb je het over de kind, dus dat heb ik dan ook nog. En dan heb je het over drugsgebruiken op, et cetera, verzadigen. Maar heeft het ook te maken met dat je niet volwassen bent? Ja, maar ik wijs nou op twee tendenties gewoon in mensen. De ene, om de hele tijd bevestigd te willen worden, dus mij als ik te ervaren, als persoon. En aan de andere kant, een even sterke neiging om te willen vergeten dat ik besta. Het zijn gewoon twee bewegingen die in mensen plaatsvinden en nogal tegenstrijdig zijn. Het is gewoon een constatering. Je kunt het checken bij jezelf. Iedereen slaapt graag. Bijvoorbeeld. En wat gebeurt er dan? Dan vergeet je dat je bent. Daarom is het zo lekker. Nou, verlichting, als het daar dan even een sprongetje maakt, is de hele tijd vergeten dat je bent, zou je kunnen zeggen. Maar ook in de waaktoestand. Dus die neiging om dan te ontsnappen aan jezelf is minder. Oké. Okay. Ik vind het nogal een helder verhaal, maar... Nee, niks. Ik zei, ik kan het goed volgen. Nou, dat maakt niet uit, joh.
En probeer sowieso eens een tip niet te veel te begrijpen. Want of je het hier allemaal begrijpt, is veel minder van belang dan wat er in je energiesysteem gebeurt. Dus dat wat in mij verschoven is of is kapot gegaan, is geen gevolg van mijn intellectuele vermogens. Die tamelijk middelmatig zijn. Dat is een aanname. Nee. Nee. Dat is een van de misvattingen. Wij denken dat we van alles eerst moeten begrijpen hier, voordat het werkt. Maar als je bijvoorbeeld kijkt naar iets simpels als autorijden. Toen je begon met lesnemen, zat je heel erg in je kop. En je weet nog hoe dat ging, hè? Slecht. Want je probeerde van alles en nog wat te doen, tegelijkertijd van rotonde, schakelen, inhouden, er komt ook nog verkeer. En je probeerde alles hier te doen. Daarom duurt het 20 lessen voordat je de feel hebt. Je lichaam moet het leren, niet je hoofd. En iemand die heel erg in zijn kop zit, heeft waarschijnlijk 500 lessen nodig. Iemand die gewoon is, een leraar. Ja, net als lopen, als je erover na gaat denken, struikel je. Je hoeft niet te begrijpen hier wat lopen is. Je hebt de kennis hier niet welke spieren je aan moet trekken. Dat lichaam loopt gewoon. Ja, maar jij vertelt dingetjes. Ja. En als je hard je best gaat doen om het te begrijpen hier, then you will miss the point. Hoe gaat dat dan gebeuren? Niet via je hoofd. Je bent meer dan alleen maar hoofd. Dus je hebt begrijpen. Ja. Ik snap de woorden. En je hebt verstaan. Daar is veel meer iets muzikaals. Dus mijn lichaam verstaat wat jij zegt? Ja, of je energiesysteem, of hoe je het zeggen wil. Yes, of niet. Dus if you get the point van iets, dan is dat niet dat je het hier snapt, maar je hele wezen snapt het. Oh, wat gebeurt er dan? Niet alleen maar van, oh ja, 2 en 2 is 4. Ja. Maar weten we dat. Nee, maar dat kan toch eerst vanuit je hoofd. Dat kan, maar het punt is, en daar probeer ik op te wijzen, dat wij veel te veel macht geven aan dat hoofd. En daardoor van alles missen. Ik kan precies uit gaan rekenen hoe een compositie van Bach wiskundig in elkaar zit, maar daarmee voel ik het nog niet. Ik snap er geen zak van, maar ik weet precies waar de nootjes staan. Dat dan weer wel. Nou, zo kan ik naar mijn leven kijken en zeggen van, oh, er gebeurde dit en toen gebeurde er dat. Dan heb ik dat laagje. Maar waarom die dingen gebeuren, wat de werkelijke beleving was van alle personen die daarbij betrokken waren, van waaruit ze dit deden of dat zeiden, dat mis ik allemaal, want ik kijk alleen naar de gebeurtenisjes. En die zijn naar mijn smaak het minst interessante. Een verklaring, daar heb ik het gisteren over gehad, maar ik herhaal het even, zou tot klaarheid, tot helderheid moeten leiden. Niet tot een volgende conclusie. En dat is wat wij veel doen. Van we denken dat iets zo zit, dan horen we iets en dan springen we naar een volgend steentje. Oh, zo zit het. Maar we zitten nog steeds op die steentjes. Terwijl waar die steentjes op drijven, is een veel dieper, rijker gebeuren. Als ik dat kan verstaan, kan ik er misschien niks over zeggen, maar ik begin te voelen hoe dingen zich manifesteren. Ik versta het in plaats van snappen. Wel, maar vijf dagen had je ook een bepaald voorbeeld om volwassen te worden. Nou, dan dacht ik van, oké. Dus als je bepaalde dingen anders gaat doen, dan... Bijvoorbeeld dit. Waar we het nu over hebben. Iets minder op je intellect mikken. En iets meer als het ware net even wat meer ontspannen en het tot je laten komen. Nogmaals, zoals een muziekstuk. Of als we werkelijk naar een film of een concert gaan. Als je dan alleen maar hier zit, op het willen snappen, dan mis je de kunst. Want dat gaat niet over snappen. Dat gaat over iets veel diepers. Over geraakt worden. Dus ik moet dan dit verlaten, snap je? Dat geldt hiervoor, voor de onderwerpjes waar we het over hebben ook. Het niveau van de woordjes en de logica is het minst interessante. Waarom zit je dan? Om dat andere.
Omdat er een mogelijkheid is om uit dat hoofd te zakken en te verstaan wat er gezegd wordt en van waaruit het gezegd wordt, in plaats van proberen de hele tijd het sommetje kloppen te krijgen. Okay. dit heet, het is wel goed zo. Alright, fair enough. Je kunt er een depressie uit bakken als je dat leuk vindt. Ja. Dat zou het ego leuk vinden, want dan, ja. is het weer iets. Ja, dat is ook wat mijn hoofd dan zegt. Uiteraard, zo. Natuurlijk, want dat is een andere functie. We hoorden net al vaker erover. Van als er in het verleden een aantal dingen gebeurd zijn, of een paar keer, dan gaan wij er gif op innemen dat het weer zo zal zijn. Dat heet negatieve verwachtingen projecteren op de toekomst. Dat doen we allemaal. Want je kunt alleen maar vrezen wat je al kent. Maar als het onbekende is wat zich manifesteert, dan staan we gelijk met onze bek vol tanden en we kunnen het niet meer volgen. Want dat is onbekend. En wat de geest dan doet, is in zijn reservoir van vuilniszakken gaan zoeken naar iets bekend. Dus een beetje rotte vis eruit of een beschimmeld melkpak of zo. Van, oh ja, het lijkt hierop. Ja, ik zal wel weer depressief zijn. Ja, sure. En als je daarmee met dat rotte melkpak naar de psycholoog gaat, die gaat je gelijk geven. Hoppakee, pillen. Ja, dat ik gewoon merk dat ik zelf gewoon verdrietig voel. Ja, en precies, so what? Ja, en dat er dan, kan dat je niet alleen bent, dan denk ik, ja, wat is er dan, en komt het dan door, en is het niet dit, en is het niet dat. Ja, dan zeg je gewoon, shut the fuck up, ik weet het niet, en dan mij het maar gewoon beleven. Bijvoorbeeld. Ja. En pas op, want ik word echt. Er is niks tegen verdrietig zijn. En als we ons bezighouden met dit soort stuff, is het bijna te hopen dat er her en daar wat tegen ons referentiepunt aangeduwd wordt. Want anders zitten we hier pas echt voor Jan Lul. Dus ik moet unsettled raken. Of geïrriteerd, of verdrietig, of angstig, of helder, of... Daar gaat het nou net om dat piketpaaltje waar ik op heb geschreven en dat diep in de grond heb geslagen, dat loskomt en bij voorkeur eruit. Dat gaat bij mij ook niet, dat ging niet zonder helse zegeningen, noemde ik het maar. Ik vond echt niet ieder inzicht leuk. Waarheid slaat je heel vaak gewoon met een boksbeugel midden in je gezicht, terwijl je net lekker even zit te eten. Zo gaat dat. Dat is oké. Dus kijk uit wat ik gisteren zei, wat net al even weer kwam, van die verklaringen. De meeste verklaringen zijn bezweringen, zodat die geest weer in slaap kan vallen. Oh, het zit zo. Oh, nee, ik heb begrepen. Yeah, right. Nee, ik heb niks begrepen. Ik heb het weer ingekaderd in mijn bekende domein. In het... En zo werkt die geest, dus dat is geen kritiek verder. Het oorzaak en gevolg geloof. Dit komt daardoor, en ik heb al eens gezegd dat grapje van Alan Watts, van iemand die zit op een gegeven moment door tussen twee planken door in een tuin te kijken. En dan ziet hij snorharen voorbij komen en even later een staart. En dan zegt hij, oh ja, de snorharen hebben een staart veroorzaakt. Nee, het was een kat. Niks oorzaak gevolg. Dus de geest en het denken is fantastisch, alleen super limited. Dus argwanend zijn, dus blijven observeren van, hey, ik liet het woord sales pitch al vallen. Want er is verdriet, nou dat is een gevoelssensatie, dan komt dat intellect weer aan met zijn oude kennis en zo. Oh ja, dan lijkt daarop, er is een depressie. Dat is een sales pitch. Ik weet helemaal niet wat het is. Ik weet niet wat er aan de hand is. Ik voel alleen allerlei bewegingen. Ja,
Nou, het is handig om te onthouden dat dingen op gevoelsniveau gevoeld willen worden. Niet bedacht. Ja. Dat is iets anders. Dus ik wil inderdaad helemaal geen verantwoordelijk gaan. Ja, dus precies. Dus de vraag die we af en toe, en daar kunnen we dan ons verstand weer bij gebruiken, van hoe is deze beleving zonder dat ik er een verhaal bij maak? Kan ik het eens gewoon bij de pure sensatie aan zich houden? Zonder interpretaties, verklaringen, oordelen, neigingen, voorkeuren. Dus zonder wat ik ervan weet, wat ik denk te weten en zonder wat ik ervan vind. Gewoon, nou, wat ik dan voel is, ja, misschien verdriet. En als ik erbij blijf, dan kan het zich helemaal binnenste buiten te keren. En dan blijkt het misschien liefde. Of het wordt gewoon stil. En het transformeert ineens in ontroering. Daar komen ook tranen bij, maar het is geen verdriet. Dus bij het observeren kunnen blijven en in het ik weet het niet, wat feitelijk zo is. Ik denk een heleboel te weten, maar als je het echt allemaal tegen het licht gaat houden, dan... Oeh. Ik weet 3 miljard keer meer dingen niet dan wel. Maar ik kan wel dingen ervaren. En ik krabbelde hier net op van, als er werkelijk aandacht is, dan is er dus geen commentator. Dus iemand kan bijvoorbeeld naar een film kijken, vanuit zijn ego, en bij iedere scène allerlei dingen gaan roepen. Dat kan, en daar is op zich niks tegen, ik zit er liever niet bij, maar dat is weer wat anders. Maar je kunt ook naar een film kijken, gewoon er is het zien van wat daar plaatsvindt en het is stil. De volledige aandacht is bij dat verhaal, maar eigenlijk bij de totaliteit. Dus bij awareness, bij de hele body, mind en bij het verhaal, onverdeeld. Gewoon 1 aandachtsveld. En die film die kan gewoon ongestoord helemaal gebeuren, zonder dat mijn ego de hele tijd ingrijpt om te zeggen van oh, pas op, of kijk uit, of klootzak, of oh, dat was cool, of gewoon, bam, totale aandacht. Dan gebeurt er een heleboel. Je kunt het niet benoemen, maar dan gebeurt er en je verstaat het geheel. Nou, zo kunnen we ook, dat is eigenlijk wat observeren is. En idealiter is dat permanent, niet af en toe als er de pleuris uitbreekt. Want dat is ook wat wij meestal doen, weet je wel, van dan gaat er van alles mis en dan moet het observeren ons ineens gaan redden. Weet je wel, dat is niet van dat ik hou van observeren of verstaan heb hoe belangrijk dat is. Nee, het moet me redden. Ja, nou, dan heb ik zitten observeren, nou hoor, ik kreeg nog steeds een klap voor mijn bek en nou is het uit en de kinderen moeten me ook niet meer. Maar observeren van jou? Ja, dan denk ik van ja. You're welcome. Nog steeds depressief? Echt jongen, depressie is zo'n gelul, hè? Depressie. Oh. En tegenwoordig zijn mensen dan zo blij dat er allerlei bekende Nederlanders en buitenlanders gaan praten over hun depressie, want dat is goed. Jesus Christ, fucking wankers. Flikker erop allemaal. Ik zei, nee, ik zie het niet meer zitten. Ik heb 20 miljoen, maar ik zie het niet meer zitten. Ja, ik ben echt zielig, man. Spring van het dak, gek. Rot op met je teringmuziek. Of whatever het is. Zou ik dan zeggen. Maar ze komen niet bij mij, want anders zouden ze binnen een kwartier niet meer depressief zijn, maar moeten kijken naar wat er echt aan de hand is. Daar hebben ze geen zin in dan, maar liever. Heb ik altijd op zondag dan. Word ik heel compassievol. Dat soort dingen. En dorst dat ik dan krijg. Oh.
identificeren met je lichaam, dat daar zeg maar dat dat samenhangt met je mind, je ego. Ja, er is niet zo heel veel verschil tussen eigenlijk. Dus meestal zeggen we dat die identificatie is, ik ben de body-mind. Alleen bij de ene ligt misschien de nadruk wat meer hier. Ja. En bij de ander wat meer daar. Maar verder, weet je wel, van... Leven is gewoon funny. Dus hoe helder iemand ook is, soms zal er identificatie zijn. Gewoon omdat Totality het leuk vindt om identificatiegames te spelen. De grap is dan een beetje, kan de helderheid zo groot zijn dat ik gewoon kan zien dat er identificatie plaatsvindt zonder dat ik daar me druk om maak. Want basically, wat deze betreft, het interesseert mij geen reet of de ervaring er is van lichaam. Erin zitten heb ik niet, maar wel het lichaam kan nadrukkelijker aanwezig zijn of minder nadrukkelijk. Denken kan meer of minder in beeld zijn of gevoelens of zo, emoties, niet zoveel. Maar die kunnen ook in beeld komen of niet. Maar ik vind daar dus eigenlijk niks meer van. Terwijl vroeger, toen ik begon en er een paar glimpjes waren, dacht ik dat identificatie er nooit moest zijn. Dat is fout. Als de voorwaarden er zijn, zal er identificatie optreden. Als ze er niet zijn, zal die niet optreden. Als dat idee, ik ben de body-mind, is doorgeknipt, zal dat minder voorkomen. Dat is nogal voor de hand liggend. Maar het kan nog steeds. En dat is gewoon grappig. Want wat mij betreft is een gevoel van openheid of een gevoel van comprimering allebei slechts een waarneming. Ik ben die openheid niet. Dat is een state of being. En die voelt prettiger dan de verkrampte toestand, obviously. Maar het is iets wat ik waarneem, niet wat ik ben. En dat is grappig, want en dat kunnen we af en toe checken. Door gewoon zo'n zinnetje er even bij te halen van, neem ik dit niet ook waar? En dus ook bij ernstiger of gevaarlijker aandoeningen, zoals aanvallen van bliss of aanvallen van eenheidservaringen, is het heel handig om even de vraag te stellen, neem ik dit niet ook waar? Het antwoord zal altijd zijn, ja. Meestal loopt iemand wel de hele wereld te vertellen dat alles één is en zo, omdat hij een tijdelijke ervaring had. Maar hij vergeet dan even dat het een waarneming is, het is op het toneel. En dat is cool, want het voelt geweldig. Of meegenomen worden in the ocean of love. Totale universele liefde, ik heb het ook meegemaakt. Gelukkig is dat alweer 20 jaar geleden. Maar het was overweldigend en fantastisch. En iedereen die ik aankijk, die ging spontaan huilen. Want ze dachten dat de Messias was neergedaald. No, it wasn't. Want ze hadden een tijdelijke aandoening en iedereen werd meegenomen. Naar de hand was iedereen verbaasd dat hij weer zich kon gedragen als de gebruikelijke eikel die hij was. Ja, moeiteloos. Ja. Dus dat was een hele vervelende ingeving voor mijn ego. Want die wilde natuurlijk best de eenheid zijn en weet ik veel. De savior. Al dat soort dingen. Maar ja, iedere keer kwam op van, neem je dit niet ook waar of die andere is bewustzijn al onder de indruk. Want die Hans-figuur die was wel in alle staten, weet je wel, maar bewustzijn stond gewoon een beetje zo met een peukje in zijn bek van, ja, ja, weer een ervaring. Boeien. Dat heeft hij met alles namelijk. Ruikt dus op een ervaring? Yes. Een van de ervaringen die het dichtst bij waarheid ligt.
Maar het blijft een ervaring. Daarom verandert het ook. Hè? En zijn er heel veel vormen van ruimte. Net als er heel veel vormen van stilte zijn. En stilte is één woord, maar er zijn heel veel soorten. Van superdiep, dat je er plakken van kan snijden. Tot aan, er is geen lawaai, zeg maar. En van alles wat daartussen zit. Maar strikt genomen, jij ziet dat allemaal. Jij gaat vooraf aan elke ervaring. Hoe spiritueel of mystiek ook. Of hoe aards ook. Daarom is dat zo leuk ook. Van wat mensen me ook vertellen, of wat een mens vertelt, inclusief deze, is altijd een beschrijving van iets wat wordt waargenomen. Nooit een beschrijving van wat ze zijn. Dat kan namelijk niet. Dus ik kreeg een heel verward mailtje een tijdje terug van iemand. Van ja, er zijn heel veel dingen ingezien, maar ik kan maar niet inzien wat ik ben. Ik zeg, nee, dat kan ook niet, want het heeft geen naam, geen vorm, geen afmetingen. Het bestaat niet binnen tijd en ruimte, dus dat kan niet. Dat is de fun part. En we noemen het voor het gemak, whatever. Maar het etiketje blijft nooit plakken. Ik heb geen naam. En als dat doordringt, wordt het leven heel grappig trouwens, want dan gaan mensen blijven gewoon tegen zo'n organisme dingen zeggen. Dus sommigen zeggen, Hans, je bent een klootzak, en andere Hans, je bent geweldig, of Hans, ga zo aan de kant, of whatever. Iets dichten je allerlei dingen toe, en ik vind dat prima, ik heb er helemaal geen moeite mee, maar het valt allemaal in een soort gat. Dus ik heb me aangeleerd om dan gewoon in bijna alle gevallen dankjewel te zeggen. Want ik kan zien dat wat de uiting ook is, geïrriteerd, kwaad, liefdevol, dankbaar, whatever, dat het altijd oprecht is. En daar dank ik dan maar voor, maar ik voel eigenlijk niks. Dus ik word niet blijer van, jee, Hansje, of triester van, Sterker nog, als er niet een paar dit soort dingen bij die video's die Jan maakt staan, dan denk ik, die kunnen we beter deleten, want ik heb blijkbaar niks interessants gezegd. Dat kan niet kloppen, weet je wel, 40 van die duimpjes en niks zo. Come on, waar zijn die paar gebleven die alles zo? En waarom kijken die eigenlijk? Ik kijk nooit naar dingen die ik niks vind, maar oké. Ja, ik vind het wel prettiger in het algemeen als mensen zeg maar min of meer fatsoenlijk met elkaar omgaan en elkaar geen pijn doen. Dat vind ik wel prettiger. Maar in de grond van de zaak, nee. En ik vind het ook allemaal wel grappig eigenlijk. Dus, ja. Wat voelt je dan? Niks eigenlijk. Jou ook niet hoor, in werkelijkheid. Boeien jij jezelf? Nee, natuurlijk niet. Natuurlijk niet. Dat is jouw conclusie. Ja, dat snap ik. Ik hoor hoe je denkt. Maar weer, you miss the point. Als je echt naar binnen gaat, hè, werkelijk, voorbij de ideetjes en aannames en zo, dan kom je achter iets wat gewoon alleen maar is. En wat niet gelooft in goed en kwaad. Wat niet hecht aan hoe dingen gaan. Wat gewoon vrij is. En je zou dat vanuit ego-perspectief onverschillig kunnen noemen. It's not. Maar het maakt zich niet druk. Het is niet emotioneel aangelegd. Omdat vanuit helderheid gezien wordt dat niets beter is dan iets anders. Als je de oceaan weer even als voorbeeld neemt, geen enkele plek op de oceaan is belangrijker dan een andere. Het is allemaal water. Dus het doet er niet toe welk stukje zich gaat manifesteren als golfje of welk in de onderstroom zit. Het is allemaal nat. Nou, vanuit dat totaalperspectief maakt het dus niet uit wat er gebeurt. Desondanks zal het organisme handelen
naar zijn blueprint, zeg maar. En dus deze zal nooit van hagelslag gaan houden en altijd pindakaas prefereren. Maar er wordt ook geweten dat het niet belangrijk is. Dus is de pindakaas op, wordt er geen stennis gemaakt. Als je deze creatieve beweging kan volgen. Maar in de grond van de zaak vindt niemand ergens iets van. En dat is de leegte die we werkelijk zijn. En omdat we dat rete eng vinden, vullen we het op met normpjes en waarden en verzinsels en verhaaltjes over dit is beter dan dat. Wat nooit te bewijzen is. Maar wat wel aangeeft waar mensen bang voor zijn. Vrijheid namelijk. Want een van de nadelen van vrijheid, dat weten jullie misschien wel, is dat je niks meer hebt om op te varen. No rules. Dat vinden we eng, want op het schoolplein waar we eigenlijk altijd leven, daar gelden allerlei wetjes. Die staat hoger dan die. Allerlei de politieke spelletjes. De gehechtheden, wat we wel en niet bij onszelf optellen. Dus een deel van de familie tellen we bij ons op, onze spulletjes misschien. Misschien nog een paar vrienden, dat clubje, een kleine tribe, dat hoort bij ons. En als we daar goed liggen, dat is prettig, maar alleen staan. Ja, maar ik laat zien, toch? Ja, als je denkt dat ik dit denk, ben wel, ja. Nee, met je partner. Ja, ik begrijp wat je bedoelt. Oké, okay. Nou, dan kan je makkelijk zeggen, ik woon sinds een aantal jaren nu alleen, zeg maar. Nou, ik vind het knap lastig. Dus... Ja, maar met iemand is ook lastig, is je wel opgevallen. Sorry, met iemand is ook lastig. Ja, dat is het dan. Precies, dus maak geen reet uit. Weet je, ik doe dit een paar dagen en dan komen er van die mensen voor me zitten in mijn spreekkamer. En een deel van die mensen die heeft het erover van, ja, ik vind het toch zo lastig om alleen te zijn. En dan daarna, of afgewisseld, komen er mensen van, ja, ik vind het toch zo lastig om in een relatie te zitten. Maar ze hebben niet door dat alles waar je last van hebt, is van jou. En dat heeft geen fuck met die anderen te maken. Strikt genomen, maar dan ga ik weer raar praten waarschijnlijk, er zijn helemaal geen anderen. Want strikt genomen, als je dit probeert te volgen even, je hebt nog nooit een ander ervaren. Als je een ander aanraakt, wat je voelt is niet die ander, maar de druk op jouw hand. Yes? Als die ander iets doet en jij wordt er kwaad of verdrietig van, zijn jouw gevoelens niet van die ander. Dus niemand hier heeft ooit een ander ervaren, dat denk je alleen maar. Well, I don't. En het leuke daarvan is dat al die zogenaamde anderen daardoor onmiddellijk vrij zijn. Want ik vind van niemand dat die anders moet zijn dan die is. Terwijl al die andere zogenaamde mensen zijn de hele tijd bezig zichzelf dan wel hun partners te veranderen. Omdat ze zo van ze houden. Jesus Christ. Als ik van iemand hou, dan wil ik dat die zo is als die is. Inclusief al de... onaangename kantjes die er gegarandeerd op zitten. Behalve bij Philo, maar voor de rest, ik ken niemand die gewoon echt tof is. Niemand deugt. En dan kom je na 3 maanden verliefdheid achter. Culture shock. Maar ik dacht dat jij, ja, je dacht van alles, ja. That's not me. Probeer dit maar even te begrijpen. Oh, lul, jongen. Oh, God, wrijf het er maar in. Nou, mooi. Ga ik even roken en dan doen we even pauze of iets. En doen we vandaag 2 keer extra lange pauzes.